Deze beschouwing die gaat over het vergeven van je ouders. Ik kreeg een reactie op een oude beschouwing van mij en die heet Kind van een narcistische moeder. En dat gaat over mijn eigen kind. En ik ben de narcistische moeder. Nee, dat is niet zo. Ik ben haar vader. Ik heb daarop toe moeten zien. Ik kon er echt bijna niks aan doen. Ik heb er echt zoveel mogelijk aan gedaan. En dat was niet genoeg. Dat is heel erg. Dat vreet aan je. Dat is heel verschrikkelijk. En vanuit die kant heb ik een aantal beschouwingen gehouden. En dan met name om vaders in mijn situatie een hart onder de riem te steken. En ze te tippen met ideeën. Hoe je... Wat was het ook alweer? Ja, hoe je een verdronken kalf, als het ware, dat je er nog het beste van weet te maken. Eigenlijk dingen die tijdens de jeugd je kind worden aangedaan, die zijn niet zo 1, 2, 3 terug te draaien. Maar je moet wat als vader. Je moet niet alle hoop opgeven. Dat is heel dom. Je moet toch doorzetten. Ook al is de situatie niet florissant. Morgen komt mijn dochter eten. Zij is nu eens in de 2 weken bij mij. En... ja, ik geef het geheel zoals het nu gaat een 7. Ik zie wel wat punten voor verbetering. En het is ik die daarvoor moet zorgen. Dat heb ik ook uitgelegd in die uitzendingen, Kind van een narcistische moeder. Is dat de vader, die moet, hoe lastig het ook is, die moet de creativiteit aan de dag brengen. En die moet het doen. Maakt niet uit wat het vergt. Je moet al je eigen wijsheid, al je hoogmoed, al je hechting, zou Boeddha zeggen. Ja, maar ik vind zus en zo. Nou, dat vind je helemaal niet. Je vindt gewoon helemaal niks meer. Je vindt namelijk maar 1 ding. Je vindt je dochter vind je zo belangrijk. Meer niet. En alles zet je daarvoor opzij. Zo'n beschadigd kind, dat ja, ik, dat gaat dus over die vaderskant. Daar ga ik over stoppen hoor, maar je moet er heel erg rekening mee houden. Je moet er vooral niks van terug verwachten. Dat moet niet je drijfveer zijn. Het gaat niet om jou, het ging niet om jou, want jij bent de vader. Het ging om het kind. En het is niet jouw kind, het is een kind van God. Dus dan val ik ook maar gelijk met de deur in huis dat ik ben gelovig vanaf mijn 12e. En door de jaren heen is dat alleen maar
Ja, overtuigder geworden. Dieper. En ik heb heel wat meegemaakt. En niets heeft mij van mijn geloof afgebracht. Ik ben alleen meer overtuigd geraakt van het feit dat het leven, dat dat een geschenk is. En dat je uit respect niet voor je medemensen, niet voor de koning, niet voor de koningin, maar uit respect voor God moet leven. Uit respect voor de schepper. En dat je voor je kind dient te zorgen omdat het een kind van God is. En jij bent degene met de verantwoordelijkheid. Of je nou zeggenschap hebt of niet, maakt niet uit. Jij bent verantwoordelijk. Je was het en je bent het, want je bent de ouder. Als je daar niet tegenop gewassen bent, dan had je geen ouder moeten worden. Uiteindelijk is het je eigen schuld dat je ouder bent geworden. Want je gaat mij niet vertellen dat mensen per ongeluk vader of moeder zijn geworden. Bizarre uitzonderingen daar gelaten. Nee, waar ik het over wil hebben is dat die reactie die ik kreeg, en het is van een vrouw, ik zal haar naam niet noemen, uit respect. En ah, ze heeft een nickname hoor, maar dan nog, niet koosje. En die vertelde dat zij een narcistische moeder heeft. En dat zij aan het bijkomen is van haar jeugd. En ze vond het heel fijn om naar die uitzending te luisteren van Kind van een narcistische moeder. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ik haar een plezier heb gedaan. Want mensen die in zo'n situatie hebben gezeten, ja, zie die maar eens te troosten. En kennelijk heb ik dat een klein beetje, hè, een jotaatje gedaan. In elk geval, het was positief genoeg voor haar om te reageren en een soort van dankjewel te zeggen. En wat persoonlijke noten erbij met hoe haar situatie verder zat. Het staat op internet, dus als je het echt graag wil weten, kan je het opzoeken. Maar dan moet ik het zelf maar doen. Ik vond het een heel mooi stukje tekst. En ik heb erop gereageerd met de mededeling dat het voor haar belangrijk is, voor mensen in haar positie belangrijk is, om je ouder, haar moeder in dit geval, te vergeven. En daar wil ik het nu over hebben. Sorry voor de lange intro. Kijk, als jij boos bent op je ouder, dan komt dat omdat je teleurgesteld bent. Want je had anders verwacht. En als je een narcistische moeder hebt, wat erop neerkomt. Dat heb ik ook, denk ik, duidelijk gemaakt in die uitzending. Ik ben geen psychiater. Ik weet wel wat van het jargon en ik weet wel wat van diagnosestelling en, maar ik ben helemaal geen dokter anders in die business. En ik
vat het samen, of ik zeg dan dat voor mij de definitie is dat het gaat om een moeder die geen rekening houdt met een ander. Dat bestempel ik dan als narcisme. Dus het is een moeder die geen rekening houdt met een ander en dus ook geen rekening houdt met haar eigen kind. Dat is onacceptabel. En als jij dat kind bent, dan heb jij alle reden om daar ontevreden over te zijn. En je hebt geen enkele reden om ontevreden te zijn. Dat is de paradox. Het feit dat je ontevreden bent over je ouder, dat is de kinderlijke gedachte die je had toen je meer verwachtte van je moeder of je vader dan je kreeg. En je verwachtte meer omdat je dat toen nodig had. Je was toen afhankelijk van die persoon. En dus fantaseer je maar erbij dat die persoon je gaat geven dat wat je nodig hebt. En dat doen ze dan niet. En dan ben je ontevreden en dan word je boos. Maar de oplossing zit hem in het feit dat jij nooit afhankelijk was van je ouder. Het is dat besef. Dat is een hele diepe. En ik vul dat in vanuit het christelijk dogma. En ik zeg dan dat de mens slechts afhankelijk is van God. Van de Vader die in de hemel is. Dat is je enige ouder. Die bepaalt of jij leeft of niet. En ja, degene die jouw biologische papa en je biologische mama zijn. Ja. Ik vind dat mijn dochter in het geval van mij als vader best mazzel heeft gehad. Ik heb een hoop dingen voor haar gedaan. Ik was terecht zo goed als altijd. Toch besef ik heel goed dat zij hoeft mij niet dankbaar te zijn. Ik heb alleen maar gedaan dat wat ik vond dat ik moest doen voor een kind van God. Dus ik hoef van haar geen dankbaarheid. Liever zelfs niet. Liever heb ik dat ze God dankt. En Boeddha zou het anders zeggen. Boeddha is die man uit India. De grondlegger van het boeddhisme. En die zou zeggen, het gaat allemaal om hechting. Je moet je niet hechten aan het feit dat je een papa of een mama hebt. Je moet helemaal vrij zijn van die afhankelijkheid. Want als je gehecht bent aan je ouders, en ik vind dat mijn moeder zo moet doen, of ik vind mijn moeder dat, als je daar dus ideeën bij hebt, dan maak je jezelf afhankelijk. En dat moet je niet doen. Ik vind het boeddhisme een beetje harde leer. Ik heb liever dan het christendom. Want het christendom zegt dat God voor je zorgt. En dat betekent dan dat je een vriendje hebt. En
En dat geeft je dan hoop. Dat maakt je dan dat je niet alleen bent. Voor de rest is de invulling hetzelfde. Namelijk dat je het gedrag van je ouders, dat beperkte gedrag, dat je dat naast je neerlegt, omdat het niet belangrijk was. Waar het om gaat is jouw relatie tot God. Het is jouw onafhankelijkheid van andere mensen. Ik praat maar gewoon lekker door. Ik wil je niet overtuigen, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij als kind je ouders moet vergeven. Want als je dat niet doet, er is geen vergelding. Kijk, je zou misschien willen dat je ouders die tekortgeschoten zijn tijdens jouw jeugd, dat die dan tegen je zeggen op een dag van, nou, we hebben er nog eens over nagedacht en het spijt ons verschrikkelijk en we schamen onze eigen ogen uit onze eigen kop. Hoe kunnen we het goed maken? Zou je kunnen denken. Maar dat moment gaat niet komen. Dat gebeurt in de regel niet. Mijn dochter die kwam op een dag thuis bij mij. Dat was na de scheiding. En die keek met zo'n hemelse blik en die zei, nou, mama vertelde een verhaal dat zij het toch heel erg moeilijk heeft gehad hoor, toen ik net geboren was. En ik dacht alleen maar, ik kreeg een waas voor mijn ogen. Zo. Ik had toen ter plekke kunnen overgeven. Gewoon braken. Dat is die vrouw. Hoe komt ze erbij om dat tegen haar eigen kind te zeggen? Nou, daar komt ze bij om, als het ware, een excuus te hebben voor het feit dat zij, vanaf het moment dat dat kind geboren was, dat ze haar eigen belang geplaatst heeft boven het belang van het pasgeboren kind. En dan moeten er even excuses. Het was allemaal heel moeilijk voor die moeder. Maar hoezo was het moeilijk voor die moeder? Ze had een baantje, omdat ze dat zelf zo graag wilde, van 28 uur in de week. Het hele feest van moeder zijn, dat begon met ouderschapsverlof. Ik moest 40, 50 uur in de week werken. Zij niet. Dat was elke dag vrij. In huis deed ze niks. De godganse dag zat ze met visite in de woonkamer en zij zat op de bank. En dan gaf ze dan het kind de borst, waar dan mannen bij zaten die dat wel geil vonden om naar te kijken. Van, dat is wel leuk, blote tieten. Dan was ze dan de hele middag mee bezig. En dan kwam ik voor mijn werk en het eerste wat ik kon doen was de keuken ingaan en de keuken op orde maken, want er moet een keer avondeten op tafel komen. En die moeder had het dan zo zwaar en dat vertelt ze dan aan haar eigen kind, als dat kind 16 is. Ja, het mocht er eens achter gaan komen wat er allemaal nog meer gebeurd is. En dan moet ze alvast een bodempje hebben gelegd om dan te vertellen, ja, maar mama had het ook heel zwaar. En mama niet zo hard afrekenen hoor. Kijk, die moeder die gaat nooit tegen de dochter zeggen, het spijt me zo en ik schaam me diep. Echt niet. Het punt is dat, zoals ik het dan zie, ja, en ik hoop dat je er wat aan hebt, dat in de brief van Paulus aan de Romeinen staat, dat is het 12e hoofdstuk, Romeinen 12, vers 19. Dat God zegt
dat hem de wrake toekomt. En daarmee wordt bedoeld dat mensen die hun leven op een oneerbiedige wijze leven. Bijvoorbeeld door hun verantwoordelijkheid voor de kinderen van God die onder hun vallen, hè, die dus ouders zijn. Het kan ook een pleegouder zijn, pleegouderschap, maakt niet uit. Je bent verantwoordelijk voor zo'n hummeltje en je vult dat niet in. Hè. Dat is oneerbiedig leven. Die mensen, die staat een lot te wachten, dat is niet leuk. Ik ga ervan uit dat het leven, als het lichaam sterft, dat dan het leven bezegeld is. In die zin, dan kan je er niks meer aan toevoegen, niks meer van afhalen. Maar het is niet voorbij. De dood is het begin van de eeuwigheid. En die eeuwigheid, die is, dat is 0 of 1. Dat is de hemel of de hel. Er zit een logica in. Want je dient dankbaar te zijn voor het leven. En die dankbaarheid, die dien je dagelijks te tonen. En je dient die dankbaarheid te tonen niet in heilig geprevel op de hoeken van de straten. Zoals Jezus dat zo mooi heeft gezegd. En je dient je dankbaarheid te tonen door je verantwoordelijkheid te dragen. En de zwakkeren te helpen en terzijde te staan. Dus zeker je kinderen. Dus je dient te zorgen voor je kind, om daarmee God duidelijk te maken dat je hem, de Vader in de hemel, heel dankbaar bent. En als je die dankbaarheid bij leven niet hebt getoond, dan heb je die dankbaarheid niet gehad. En hoe kan je dan aan het einde van de rit dankbaar zijn voor het leven dat je gehad hebt? Nou, als je dus niet dankbaar was en je gaat dood, dan ben je waarschijnlijk ontevreden over je leven, of niet? Dan ga je ontevreden dood. En dan ben je eeuwig ontevreden. Dan beland je op een plek die Christus Jezus noemt de plek van het geweeklaag en het tandengeknars. De plek waar de mensen allemaal roepen, God is een klootzakken, God is een eikel. Het is allemaal kanker en gezodemieter. En dat eeuwig. En dat wordt dan gezien, zo zegt Paulus, dat is dan de wraak van God. Veel erger kan je, er is geen grotere straf dan dat. En dan is ook nog een keer de droeve waarheid dat God dat niet eens graag doet. God schept er helemaal geen plezier in. Dat die ouders hun kinderen niet goed, die verantwoordelijkheid niet goed dragen. Dat doet God helemaal. Dat die ouders dan in de hel belanden, dat doet God geen plezier. Maar het is een noodzakelijke consequentie. Het is een noodzakelijk gevolg. En daarom moet je je ouders vergeven. Want wat ze te wachten staat, is al erg genoeg. En jij kan dat niet erger maken. Dus je kan die mensen wel iets boos toedragen, maar wat ze te wachten staat, is al zo'n enorme straf. Daar valt jouw ergernis, jouw wrok, die valt erbij in het niet. Romeinen 12, vers 19. Ik zal hem nog even oplezen, het is best mooi. Het gaat er niet, ik ga je niet bekeren of zo, daar hoef je niet bang voor te zijn. Het is een mooi stukje taal. Als jij het moeilijk hebt met het vergeven van je ouders. Want het is moeilijk. Ik ben het. Romeinen 12.
vers 19. Nou, laat ik 17 eraan. Ja, laat ik 17 eraan vooraf lezen. 17, 18 en dan 19, ja? 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En dan komt hij. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toren plaats. Want er is geschreven, dubbele punt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Het gaat mij vooral om dat woordje beminden. Jij als kind, jij bent bemind. Weet dat. De verdrukten van deze wereld, dat zijn de beminden. De mensen die in weelde leven. Je kan zeggen, die doen er niet zoveel toe. Die doen er minder toe dan de verdrukten. Christus heeft gezegd, ik ben gekomen juist voor die. Al die mensen die zo gelukkig zijn, halleluja, prijs de Heer, met mij gaat alles tof. Daar heeft Christus niet veel. Hij heeft hen niet veel te bieden. Het gaat om de verdrukte. Ik denk niet dat ik er nu uitkom om in dit korte verhaal te vertellen hoe belangrijk je wel niet bent als verdrukte. Maar daar ben je. Je bent degene die het onderscheid maakt. Je bent de bijzondere. En juist omdat je verdrukt bent geweest. En daarbij hoort dat jij je ouders vergeeft. Want jij bent bijzonder en zij niet. Dat is het punt. Als jij dat goed beseft, dat die ouders, die mensen die jou niet gegeven hebben wat jij als kind nodig had, die zijn niet bijzonder. Ze zijn dus ook jouw toren niet waardig. Ik ben heel boos geweest op mijn moeder. En nu niet meer. Het is nu bijna een jaar geleden dat ik haar gebeld heb. En ik heb niet letterlijk gezegd, mam, ik heb je vergeven. Ik heb gezegd tegen haar, ik was heel gefrustreerd over wat je hebt gedaan. En nou niet meer. En achteraf dacht ik, potver. Ik had dat woord vergeven moeten gebruiken. Maar ja, ik kan het gesprek, dat telefoongesprek niet overdoen. Mijn moeder was heel erg boos. Die werd er heel boos van.
En hoezo was jij gefrustreerd? Ik heb helemaal niks gedaan. Maar ik ben niet meer gefrustreerd. Ik heb het haar vergeven. Ik bezie het nu ook in mijn jeugd, hè, met mijn moeder. Mijn moeder heeft... mijn tante, die is 6 jaar ouder dan ik. Maar is wel mijn tante. Nee, hij is ouder. Hij is 12 jaar ouder dan ik. Ja, die zei dus tegen mij, ja, jij hebt een hele koude moeder gehad. Die deed niet aardig tegen jou. Ja, dat klopt. Dat heeft ze ook nooit gedaan. En toen ik die scheiding in mijn nek kreeg, en mijn moeder mij een beetje in de rondte ging lopen commanderen en ook nog kritiek had op mij. En, ja, terwijl haar schoondochter, die werd de hand boven het hoofd gehouden, want dat was een vrouw of zo. Daar begreep ik echt helemaal niks van. Maar wel kritiek op mij. En toen is er in mij iets geknakt. En toen ben ik officieel gefrustreerd geraakt. En een jaar geleden was dat voorbij. Dan was ik er klaar mee. En dat is beter. Want de genoegdoening komt niet in dit leven. Dat kan niet. Mijn moeder heeft verzaakt. Maar heb ik daarover te oordelen? Ik weet niet hoe moeilijk zij het had. Ik weet dat zij verzaakt heeft. Dat is wat ik weet. Maar heb ik haar iets te verwijten? Hoezo? Ik ken haar situatie niet. God kent haar situatie. God die weet uit zijn eigen blote hoofd hoeveel haren mijn moeder heeft. Ja, klinkt een beetje gek, maar zo is het wel. Want dat zegt Jezus. Zelfs al je haren zijn geteld. Dat is God. Dat is de Elohim. Dat is het krachtenveld. En het krachtenveld dat wil niet dat kinderen verwaarloosd worden door een bloedeigen moeder en vader. En het gebeurt wel. En het krachtenveld heeft al, ik noem het even krachtenveld, Elohim wordt het in het Hebreeuws genoemd. God, zeggen wij. De veroorzaker, de schepper. En die weet ook niet waar hij het moet zoeken. Die heeft al best veel uitgeprobeerd. Wegvagen. Heeft hij ook een paar keer gedaan. Ja, een paar keer, ettelijke keren. Oké, uitmoord in die handel. Maar ja, dan komt hij weer terug. Toen heeft hij zijn eigen zoon gestuurd. En is het nou beter gegaan sinds dat hij zijn zoon heeft gestuurd? Tja. Het zijn wij die het verschil moeten maken. Of je nou gelovig bent of niet.
Maar wij mogen niet blijven hangen in die wrok en in die ontevredenheid en in die teleurstelling. Wij moeten daar bovenuit stijgen. En wij moeten onze ouders vergeven. En accepteren dat ze niet konden doen wat ze hadden moeten doen. En de consequentie van dat wat ze verzaakt hebben, die dragen zij zelf. En die zal verschrikkelijk zijn. Mijn moeder die zei niet zo heel lang geleden tegen mij, er waren andere mensen ook nog bij. Toen zei ze, ja, en jij als kind, dan kom je van de bibliotheek en had je allemaal van die hele ingewikkelde boeken. En ik vond het gewoon eng. Ik was gewoon bang van je. En dat zei ze misschien 5 jaar geleden. En ik ben al 60. En ze had het over toen ik 6 was. Dus toen ik 6 was, kwam ik met boeken van de bibliotheek. En die vond mijn moeder dan heel ingewikkeld. En 50 jaar later staat ze daar nog bij stil. Ja, wie is er hier het kind? Ik? Vraagteken. Hoezo ingewikkelde boeken? Ik had een bibliotheekkaart met een witte stip. Ik mocht Jip en Janneke mocht ik meenemen. En de chameleon, dat mocht ik nog niet eens in die dagen. Van H. Roos met Sietse en Hielke. Dat mocht nog niet eens. Want die hadden een groene stip. En ik mocht dan wel boeken van roofvogels en weidevogels en noem het maar. Trekvogels, ijsvogels. Ik vond vogels heel erg leuk. En ik kan me dat wel vaag herinneren dat ik dan die boeken meenam en dat ik ze niet of nauwelijks kon lezen, maar er zaten wel plaatjes in. En dan kon ik toch onder zo'n plaatje kijken en er stond dan rotgans of zo. En dan wist ik van, oh, wat een rotgans. Zo moet jij als kind de volwassenheid bereiken in je beeld naar je moeder toe. Die ik nu heb. Dat ik denk van ja mam, je kan nu nog wel na 50 jaar er nog steeds bij stilstaan dat je toen bang was voor mij. Maar is het niet eens tijd dat je tegen jezelf zegt dat dat toen nergens op sloeg? Ja? In plaats van het nog een keer te herhalen. En daarmee te doen voorkomen alsof jij het echt wel bij het rechte eind had. Want nu 50 jaar na dato vind je het nog steeds. En als je er zo lang over hebt nagedacht, nou dan is het echt waar. Dat is heel kinderlijk. En het is niet aan mij om daarover te oordelen. Om te zeggen of dat goed of fout is. Misschien is het wel zo dat, gezien de situatie van mijn moeder, dat ze er nog best veel van heeft gemaakt. En wat ze mij heeft aangedaan, ja, het is niet fraai, maar ik ga er nu niet meer over zeiken.
Heb ik daar last van gehad? Jazeker. Ik heb daar een... Wat heb je ervan? Dan krijg je iets met zelfvertrouwen of zo. Dat zit bij mij moeilijk. Ik trek me te veel aan van dat wat andere mensen van mij vinden. Dat heeft daarmee te maken, denk ik. Maar ik heb er inmiddels mee leren leven, hoor. Dus. Dus bij wijze van spreken, als de consequentie daar komt, dan... Ja, ik zou nu al tegen God kunnen zeggen, dat weet God ook wel van mij, dat hij hoeft mij niet te wreken. Ik ben namelijk dankbaar voor het leven dat mij gegeven is. Inclusief mijn moeder. Dat hoort er nu een keer bij. Ik ben dankbaar voor mijn hele leven, met alles. Mijn vader die hield van belachelijk veel bier drinken. En mijn moeder hield van ruzie maken. En dat hield elkaar lekker bezig. En er is niets in mijn jeugd waarvan ik achteraf zeg van nou, dat had ik wel anders willen hebben. Echt helemaal niks. Want het is mijn jeugd die mij gemaakt heeft en ik ben blij met mezelf. En dat is de status waar jij ook naartoe moet. Blij zijn met jezelf. En dat bereik je door je ouders te vergeven. Want het sop is de kool niet waard. Het gaat om jou. Jij bent de beminde. God houdt van jou. Want jij was verdrukt. En het gaat God om jou. Ik zal later uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Waarom God meer van de verdrukte houdt dan van de onverdrukte. Het gaat er uiteindelijk namelijk om dat iedereen zijn redding vindt. Het gaat erom dat wij een wereld krijgen waarin iedereen zichzelf volledig kan ontplooien, helemaal zichzelf kan zijn. Noem het maar een soort paradijs, zoals het in het paradijs was. Die komt. Die komt niet morgen, maar die komt. Je kan zeggen die komt morgen, maar dan bedoel je het in overdrachtelijke zin. Het moet eerst nog nacht worden voordat die dag komt. Zo kan je het ook zeggen. In die zin wordt het morgen. Want er komt een donkere tijd aan, dat kan niet anders. Dat is nog een reden om je ouders te vergeven. Want de tijd die eraan komt, dat is duister. Wij hebben hier in Nederland, of wij hebben in Europa, kan je zeggen, of je hebt wereldwijd, staan wij onder een Babylonische heerschappij. En ja, die gaan nu... De eindtijd, zeg maar, treedt in. Ze gaan het afronden. Dus het privébezit wordt afgeschaft. Ja, ze zijn nu al bezig met het instellen van een basisinkomen voor iedereen. En dan denk jij, hé, maar dat is wel leuk, kijk, gratis geld. Ja. Er bestaat geen gratis geld. Dat kan niet. Een basisinkomen voor iedereen betekent dat de overheid gaat bepalen wie dat te eten krijgt. De totale afhankelijkheid van de burger van de staat. En dan worden wij totaal afhankelijk van meedogenloze mensen. En dat is geen goed bericht.
En dan kan je blijven denken, ja, maar dat basisinkomen, dat lijkt me toch wel wat. Maar dat is het dus niet. En die tijd komt eraan. Ik weet niet hoe snel het gaat, zich gaat ontwikkelen, hoor. Maar je merkt het nu al in de gezondheidszorg. Ook waar ik werk, in de gehandicaptenzorg. Daar... Ja, ik weet dat de locatie waar ik nu op zit, daar krijg ik 22 uur voor in de week om dat schoon te houden. En die klus is mij gegeven omdat iemand anders, die is met pensioen, of die zit zo lang in de ziektewet, hij zit al heel lang in de ziektewet en nou, dat gaan ze dus anders oplossen. Dus ik heb dat pand gekregen, omdat die persoon in kwestie allemaal in de ziektewet zit. Nou zit ik ervoor vast. Ja, ik krijg dus 22 uur voor die klus. Maar dat was dus 23 uur. Dat weet ik. Want ja, ik zit nu in het team van al die schoonmakers en iedereen kent me. Of iedereen, het is niet eens een groot clubje, maar ja, we kennen elkaar. En er wordt dan nog op geluld als je zit samen in de bus. En van, hey, zit jij daar en daar? Oh, nou, mijn eerste deed die en die deed dat. Ja, en die had dan zoveel uren. Want iedereen is bezig met een aantal uren. Al die schoonmakers, die zitten allemaal te kletsen over hoeveel uren heb jij en hoeveel uren heb jij. En dan de meeste mensen zitten daar, want die willen zoveel mogelijk uren. Oh, ja, die leven dan duurder dan ik. En ik wil dan niet zoveel uren. Ik heb dan genoeg aan 20 uur in de week, dan ben ik echt hartstikke blij. Sterker nog, 18 uur in de week kan ik het ook van redden. Dus ik zit een beetje ruim in mijn uren, maar oké, dat komt wel ook wel uit. Maar er is dus weer een uurtje afgeknibbeld. Daarom, zo kom ik er dus op. En dat terwijl in die gehandicaptenzorg is er al een hele grote bezuinigingsronde geweest. Een paar jaar geleden. Het heeft ook bij mijn werkgever er goed in gehakt. En dan nu gaan ze dus weer door. En zo zal je zien dat ze steeds meer gaan bezuinigen en bezuinigen. En terugschroeven en terugschroeven. Dat wordt de donkere tijd. Dus ook dat is een reden om je ouders te vergeven. Je hebt straks wel andere dingen aan je kop. Want we gaan ervan uit dat jij, ondanks het feit dat jij zo'n moeilijke jeugd hebt gehad, jij gaat lekker een gezinnetje stichten. Met 2, 3 koters voor jezelf. En jij gaat die kinderen verzorgen alsof het kinderen zijn van God. Je gaat je gedragen alsof je gelovig bent. Dat is Jordan Peterson zijn oplossing. Als je dan niet in God kan geloven, gedraag je dan alsof je in hem gelooft. En beschouw je kinderen niet als jouw eigendom, maar als het eigendom van God. En wees er een beetje zuinig op. Ja, dat ga jij doen. Dat moet jij gaan doen. Want Babylon gaat niet winnen. Babylon gaat eraan. Alleen, we weten niet wanneer. Snap je? Maar de strijd gaat komen en de victorie is aan ons. Dat weten wij al. We hebben al, in principe hebben we al gewonnen. Dus er is niks om je zorgen over te maken. En jij als verdrukte, jij weet hoe het is om verdrukt te zijn. Dus jij zal als geen ander oog kunnen hebben voor de verdrukte die er gaan komen. Snap je? Dat maakt jou zo belangrijk. En daarvoor is het belangrijk dat jij sterk bent. En dat jouw schouders kunnen dragen.
En als jij je ouders niet vergeven hebt, dan ga je gebukt onder die teleurstelling. Dat is een last die je draagt. En die gaat het bemoeilijken dat jij jouw rol ten volle kan spelen. Kan vervullen, moet ik zeggen. Het is een hindernis. Wees je bewust van je verantwoordelijkheid. Dat jij als verdrukte juist vanuit die positie zoveel gaat kunnen. Als je je ouders vergeeft. Want anders beperk je jezelf en dat is onhandig. Dat is een extra beperking heb je niet nodig, want de tijd die eraan komt wordt al zo ongelooflijk moeilijk. Dat je hebt niet een extra uitdaging nodig, zoals het dan zo positief heet. Het is al erg genoeg zoals het is. Weet dat de overwinning aan ons is. Weet dat Christus heeft gezegd dat het de zachtmoedigen zijn die de erfgenamen zijn van deze wereld. En dat is een waarheid als een koe. En als je dat niet kan geloven, leef dan alsof je dat gelooft. In mijn vak wordt er dan gezegd, die schoonmakers. Niet lullen, maar poetsen. Nou, zoiets dus. Niet zeiken, maar doorzetten. Maar het is je taak. De wereld is een verschrikkelijke bende. Wel beschouwd. Het is een godswonder dat we nog in leven zijn. En jouw leed is een onderdeel van dat hele grote leed. Dus je bent niet eens bijzonder ook niet. In die zin dan, hè? Je bent wel bijzonder in het feit dat jij dat leed hebt ervaren. En dat je je daar bovenuit weet te worstelen, dat gaat je bijzonder maken. Maar niet in het feit dat je leed hebt gehad. Want er zijn heel veel mensen met leed. Ja, het komt goed. Geloof me. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Je zal het alleen bij jouw menselijk leven niet meemaken. Waarschijnlijk niet. Nou en? Dat maakt het niet uit. De belofte is daar. En daarin moeten wij berusten. En onderwijl natuurlijk dankbaar zijn voor het leven dat je nu hebt. Want laten we er ook bij stilstaan dat jouw leven is meer dan dat jij het kind bent van een moeder die haar taak verzaakt heeft. Jouw leven is meer dan dat. Als jij naar buiten kijkt en je ziet de wolken voorbij drijven, kijk eens hoe die wolken eruit zien. Maak er van mij wat een tekening van. Heb je een plant in je woning? Kijk eens hoe die plant groeit.
hoe mooi dat allemaal is. Ja, doe eens wat voor een ander en doe dat dan voor een ander die dankbaar is. En voel dan hoe dankbaar die ander jou aankijkt als je zo heel te loop zegt van kijk, ik heb even om je gedacht, alsjeblieft. Wat dat een ander zegt van, oh, je hebt om mij, oh, dankjewel. Laat dat eens binnenkomen, zo'n compliment. Bedoel, dat is jouw leven ook. Ik zou kunnen zeggen, dat is jouw leven. Want alles wat jou, wat je in je jeugd hebt moeten missen, dat is niet meer jouw dagelijkse ding, of wel? Het was van toen. Speelt dagelijks nog mee, je bent er niet zomaar vanaf. Die wrok zit diep. Maar hou je oog gericht op dat punt waarin jij uitgestegen bent boven al deze aardse zaken. En hopelijk is dat moment het moment waarop jij je realiseert dat je gevonden bent door God. Dat kan ik niet voor je regelen. Maar als dat gebeurt, dan ben je er helemaal uit. Dan ben je totaal klaar. Maar onderweg naar dat moment staan er jou ook al heel veel goede dingen te wachten. Dat weet ik. Dat is de wet van het universum. Nou, dit was dus bedoeld voor de kinderen van een narcistische moeder. En hun pad tot het vergeven. En hoe je dat moet doen. Ja? Het is het accepteren van het onvermogen van je ouders. Het is het accepteren van het feit dat jouw ontevredenheid er niet toe doet. Gezien wat jouw ouders te wachten staat als consequentie van hun minachten. En het is het beseffen dat jij niet tot taak hebt om je hele leven lang je te wentelen in ontevredenheid en verdriet. Maar dat het jouw taak is om vanuit jouw positie als verdrukte, andere verdrukte, te gaan helpen. Je hebt een taak. Je bent belangrijk. Je bent bemind. Je bent geliefd. En vanuit die liefde, die moet je ervaren. Daar ga je op focussen. En dan bezie je de wanprestatie van je ouders en dan denk je, oh, wat erg dat die mensen zo tekortgeschoten zijn. Want nu moeten ze daarvoor gaan boeten. Wat erg. En dat je dan denkt, ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta. Dat je medelijden hebt met je ouders. Ja, dat moet ik zeggen. Medelijden met ze. Daar had ik gelijk mee moeten beginnen eigenlijk. Maar dan krijg je op het einde nog een mooie conclusie. Het gaat om het medelijden met je ouders. Dat is de positie waarvanuit jij kan zien op veel winst voor jou. Ik hoop dat je hier wat aan had. Misschien dat ik hem nog een keer kan luisteren. Er zijn geen concrete aanwijzingen. Dat zou belachelijk zijn. Ik denk dat als je mij goed begrepen hebt, dat je zelf wel weet wat je concreet moet gaan doen. En zo niet, dan
Nou, dan ga ik ervan uit dat er wel wat zal gebeuren in je leven wat je op een idee zal brengen. Wij christenen noemen dat de Heilige Geest. Goed blijven opletten. Wees dankbaar voor hetgeen je gekregen hebt. Zoals Christus zei, tel je zegeningen. En dan zeg ik tegen jou, op zijn hamburgers, dag beminde.